Hallo leuke ballonvrienden en toffe ballonvriendinnen. Vandaag maken we een prinsessenstaf. Een prinsessenstaf is heel mooi, heel leuk. Alle kleine prinsesjes zijn hier gek op. En het leukste van allemaal, het is heel makkelijk om te maken. Ik ben jullie ballontwister Melvy. Neem jullie ballonnen en laten we starten. Wat heb je nodig voor een prinsessenstaf? Je hebt nodig 2 ballonnen 260 in 2 verschillende kleurtjes. De kleurtjes kies je natuurlijk zelf. Ik kies voor wit en roze. Een ballon in de vorm van een hartje of een ander figuurtje wat je zelf leuk vindt. We gaan starten met onze ballonnen op te blazen. In dit geval maakt dit eigenlijk niet veel uit, want je kan je prinsessenstaf zo lang maken als je zelf wil. Neem je 2 ballonnen. Wisp ze samen. Maak van elke bubbel een leuke beige twist. Neem nu je 2 ballonnen en maak een spiraal. Deze spiraal maak je net zo lang als jij jouw staf wil hebben. Wil je een grote staf, maak je de spiraal langer. Wil je een kleinere staf, maak je de spiraal een beetje korter. Twist opnieuw samen. Maak opnieuw een pinch twist. Met je 2e ballon maak je ook opnieuw een pinch twist. Knip de rest van je ballonnen los. Knoop deze samen. En de overschotjes knip je af. Neem nu je hartjesballon of een andere figuurballon. Blaas deze op. Verbind deze tussen je pinch twist en je hebt een hele leuke staf voor een hele leuke prinses. Vergeet niet van te abonneren op mijn kanaal. Binnenkort geef ik een leuke prijs weg onder al mijn abonnees. Tot de volgende keer. Dag.